We gaan weer vissen in de polder. Achter mijn huis. Ik woon hier ergens om de hoek. En dit is het viswater rondom mijn huis. Zoals jullie al in mijn vorige video's hebben kunnen zien, het is hier hartstikke ondiep. 70, 80 centimeter. En we gaan vissen vandaag met een jerkbait hengel. Ik heb eigenlijk weer dezelfde hengel bij me als de vorige keer. We beginnen met de Spro Rapper. Die doet het hier redelijk goed. Ik heb een ander kleurtje gekocht bij Rentenaar. Wat hier ook redelijk dichtbij is. En we gaan het proberen. De weersverwachting is redelijk goed. Het is donker weer. Er staat een pittig windje. Dus dat zijn allemaal goede omstandigheden voor het vissen op snoek. We gaan het proberen. Nou, we zijn aangekomen bij de eerste visplek. We gaan eigenlijk weer hetzelfde proberen als de vorige keer. Veel bruggetjes. De snoek heeft de neiging om het iets warmere water op te zoeken hier tussen de huizen. En dan vooral de plekken rond de bruggetjes doen het vaak goed. Op een of andere manier vindt die snoek dat gewoon lekker om tussen die palen te liggen of tegen die palen aan. En als er dan een vorentje langskomt, dan is het gebeurd. Voordat we gaan vissen zal ik eerst nog even laten zien wat ik allemaal bij me heb. Ik probeer altijd zo min mogelijk spullen mee te nemen als ik de polder in ga. Ik heb in ieder geval bij me de onthaaktang. En 4 stukjes kunstaas. Ik heb nog een andere rapper in een ander kleurtje. En dit is een heel ondiep lopend jerkbeetje van Hans. Doet het ook altijd redelijk hier in de polder. Even kijken wat we hier nog hebben. Ik heb hier nog een toppie van Adam. Die is volgens mij overgespoten door Siebe in Friesland. En ik heb hier nog een ander kleurtje kooi. Kooikarper. Ook van de Spro Rapper. Verder heb ik nog als reserve bij me een spinstang. Die je ook kunt gebruiken als soort onderlijn. Ik heb in dit geval nu erop zitten een fluorocarbon onderlijn. Maar mocht daar iets mis mee gaan, dan heb ik altijd nog dit bij me. En dit kun je ook gewoon gebruiken als spinstang. Heel veel mensen vinden dit zelfs nog prettiger dan een fluorocarbon onderlijn. Maar ik vind fluor gewoon wat prettiger, dus die gebruik ik vandaag. Oké, we gaan vissen. Ik heb net even gemerkt dat het water hier op deze plek redelijk troebel is. Dus ik heb besloten om deze wat donkere kleur te verruilen voor een Fire Tiger kleur. Die gewoon wat meer zichtbaar is in het water op dit moment. We gaan hiermee verder vissen. Bijna zwaan voor zijn kop. Zwanen hier zijn redelijk agressief. Ik heb al een paar keer gehad dat ik met de boot aan het vissen was. Dat ik echt honderden meters door een zwaan werd achtervolgd. Een hele boze zwaan. Die me twee, drie keer aanviel. Dat is echt niet leuk. Daar word je niet vrolijk van. Ik probeer altijd zo dicht mogelijk langs de bruggetjes te vissen. Waar je dan wel erg op moet letten is dat je je kunstaas niet tegen de brug aan gooit. Want daar kunnen ze niet zo heel goed tegen. Het water is hartstikke troebel op het moment. Het heeft natuurlijk verleden week heel hard gewaaid. Windkracht 10. Daardoor wordt het troep die op de bodem ligt, wordt door het water heen gewoeld. Het heeft altijd even een paar dagen nodig om weer tot rust te komen. Je zal zien dat het hier over een paar dagen waarschijnlijk weer een stuk helderder is. Nou, de andere kant kreeg ik geen aanbeet.
blijf nooit te lang op aan één kant van een brug. 15, 20 worpen, dan kun je gerust verder lopen. Het water daar is ietsje dieper. Dus ik laat hem na het ingooien iets verder afzakken, dat hij net even ietsje dieper loopt. Dat kan heel makkelijk met die reppen. Ik krijg net een aanbeet. Op de repper. Ik heb hier een noot wat gevangen, dus ik denk nou, ik ga niet filmen. Eerste worp. Hoppa. Knalt er meteen in op. Het is geen monster, maar een leuk snoekje voor de polder. Eens even kijken of ik er een beetje bij kan. Ik heb geen schepnet bij me, dat vind ik een beetje vervelend. Ik probeer hem altijd. Met de kuurgreep te pakken. Nou, een snoepje van een centimeter of 60, denk ik. De eerste snoek van vandaag. Op de repper. Gaat hij weer. Hup, weg is hij. Nou, dit is mijn laatste worp. Het is inmiddels al redelijk donker aan het worden. Eén snoek gevangen. Centimeter of 65, denk ik. En verder heb ik nog één tik gevoeld. Maar verder was het niet geweldig. Er stond best wel wat wind, maar... Oké, nou, de volgende keer gaan we het weer proberen. Tot ziens, tot het volgende filmpje.